Steef. Daar zijn we ook weer vanaf. Ja. Waar gingen ze eigenlijk naartoe? Het zuiden van Frankrijk. Ze gaan met een nieuwe Renault Espace rijden. Die hebben we volgende week in het blad staan. Oké. En ze vliegen vanaf Schiphol, vanaf het Jet Center. Wel eens lekker. Ja, privévliegtuigje. Ja. Doe maar. Ja. Chique bedoeling. Hey, ik wil even beginnen met een onderdeeltje van de oude doos. Daar was ik vorige week niet aan toegekomen. Maar wij hebben 2 weken geleden beloofd om 2 wissellijstjes weg te geven van Opel. Dik 30 reacties opgehaald. Dus ik heb jou een lijst gegeven met de reacties. En jij hebt er 2... Ik mag de winnaars bekendmaken. Jij mag de winnaars bekendmaken. Dat heb ik altijd al een keer willen doen. Pak ze er even bij, ja, eerst de wissellijstjes. Waar liggen ze? In de doos. Ja, nou kijk eens even. Een mooie schets van de nieuwe Corsa. En van de Opel Adam S. Nou, dat zijn toch wel twee vlotte jongens. Op een hele vlotte manier getekend. En gelimiteerd. Nou, wie gaan ze de Corsa, Stefan? Aan wie gaan we de Corsa geven? Robert Versteeg uit Breda. Mijn broer hoopt in juni zijn 50-jarige verjaardag te vieren. En omdat hij heel zijn leven lang alleen maar nieuwe Opels heeft gekocht, ik kan het me haast niet voorstellen, lijkt mij zo'n wissellijst een origineel cadeau waar ik hem zeer blij mee kan maken. Dat over dat hij zich haast niet kan voorstellen, dat schrijft trouwens Robert Versteeg. En dat zeg ik niet, want ik heb ook een open verleden. Ja. Hey Robert Versteeg, gefeliciteerd. We gaan het opsturen naar Breda en dan kun jij je broer blij maken met deze wissellijst met Opel Schets, waar er maar 800 van zijn. En die andere? Op mijn werk werkt een zeer grote Opel-fan. Je moet je voorstellen dat hij pennen, petjes, agenda's, alles met Opel-logo's heeft. En ik zou hem graag willen verrassen met een van de lijstjes, als het mogelijk is. De Astra GTC lijkt me wel een geschikte. Nou, Evan Moralidis, die zit er helaas niet bij. Maar we hebben wel een hele mooie schets van de Opel Adam S voor jouw collega. Dus jij zit garant bij jouw collega. Ik denk dat jij het komende half jaar zelf geen koffie hoeft te halen. Dus Ewan, we gaan nog even contact met jou opnemen voor jouw adres. En dan sturen we deze naar jou op. En dan kan jij je collega blij maken met deze schitterende Opel Adam S. Schets. Schets. Hey Steef, dan was het eindelijk weer eens een echt nieuwsweekje. Kun je wel zeggen. Vingers weer blauw getikt. Kun je wel zeggen, ja. New York. Collega Alexander Inia, die is er geweest. Ja. De video's hebben jullie natuurlijk allemaal gezien. De nieuwsweek begon maandagochtend eigenlijk al heel erg leuk, hè? Met die Vooral Lincoln, voor jou, ja. Ja, die Lincoln Continental. Keer terug. Ja, het mooie is, niet alleen de naam doet aan Bentley denken, terwijl Continental natuurlijk al veel langer bij Lincoln is, ja. Ook het uiterlijk, hè? Ja, daar waren ze bij Bentley niet helemaal over te spreken. Nee, Donkerwolken, de ontwerper van Bentley, die zei al van, willen ze ook de productielijn hebben? Ja. Ja, ik moest ook gelijk aan Bentley denken. Als je ze naast elkaar zet, er zijn wel wat overeenkomsten. Er zijn wat overeenkomsten. Maar toch, ja. Als ik zou mogen kiezen, doe mij die Lincoln maar, hoor. Ja, jij hebt iets met Amerikanen, ik snap het. Ja, ja. Gaaf ding, echt super gaaf ding. Ik hoop dat ze hem zo in productie nemen, dan hoor je mij niet meer. Hey, New York is wel een hele belangrijke show, hè? Dat zag je ook aan al het andere nieuws. Lexus. Lexus RX. Nieuwe RX. Ja, die kwam heel veel grill. Ja. Ik krijg echt zin in het barbecue seizoen als ik die auto zie. Ja, Lexus anno nu, hè? Het is gewoon een grill en dan zit er ook nog een auto aan vast. Ja, maar hij gaat ook een rol spelen in de film, hè, die Lexus. In welke film? Grill Bill. Dus. Maar ik moet zeggen, die RX, op de NX daar was wel wat commentaar, maar ik vind die RX met zijn zwevende daklijn, ik vind dat ze wel weer de goede kant op gaan. Nou, Lexus, dat is gewoon qua design wel opvallend bezig. Ja, maar opvallend niet altijd in de juiste zin van het woord. Maar nee, maar ze durven een andere weg te bewandelen. Ja, ik vind wel tof. Ja. En dan natuurlijk Cadillac, de CT6. Ja. Het nieuwe topmodel. Ja, S-klasse concurrent. Ja. Nou, het was wel grappig. Er stond een stukje op Jalopnik, die website, waar ze altijd wel een kritische noot kraken. En die zeiden van, ja, kennelijk moet zich helemaal niet druk maken om die Duitsers, om BMW, Audi, Mercedes. Ze moeten zich druk maken om de Koreanen. Want Kia en Hyundai, die bieden natuurlijk ook grote sedans aan. Ja. Die eigenlijk minstens net zo goed zijn. En die zijn in Amerika wel populair. Die zijn super populair. In Europa. Weet je nog, die Genesis? Ja. Die toen had, een paar half jaar geleden. Ja, goed ding. En ze geven niks om imago. En als je daar dan toch niks om geeft, en Cadillac heeft op het moment gewoon niet zo'n allerbeste imago, dan koop je dus een Kia of een Hyundai voor minder geld. En Cadillac heeft wat dat betreft wel een groot probleem. Nou, daar gaan ze $12 miljard
tegenaan gooien. Om dat merk weer een beetje terug op de kaart te zetten. En om dat imago weer wat op te krikken. Maar het zal een moeilijke weg worden, hoor, denk ik. Volgens mij hebben we deze man uit Grobbendonk bij Antwerpen wel vaker gehad. Marijn van Vlasselaar, maar dat geeft helemaal niks. Want als jij zo vaak vragen stelt, ben je gewoon een fan en dan verdien je aandacht. Beste mannen van de Achteruitkijkspiegel, hoe voel je een perfect launch control uit? Nou, de perfect launch control. De perfect launch control. Goeie film. Ja, nou, dat doe je eigenlijk, laat je het gewoon aan de techniek over. Bij een Porsche is dat bijvoorbeeld heel makkelijk. Je zet het, je zet hem in plaats van de PDK in de automatische motor te zetten, zet je hem in 1. Houdt de pook vast, vloert het gaspedaal, andere voet op de rem en dan zet hij hem zelf op. Wat hij zelf lekker vindt. Bijvoorbeeld, ik had het laatst met een Carrera 4911 GTS. Nou, die zet hem op 5000 toeren. Pook los en van 0 naar 100, zo snel, echt perfect. Dat kun je zelf niet tegenop. Maar goed, wil je het zelf doen, een launch control? Hoe doe je dat? Een auto die dus geen launch control functie heeft. Ja, dan moet je een clutch drop doen. Dan moet je een beetje zelf aanvoelen. Vaak zet je hem bijvoorbeeld op 4000 toeren, 4500 toeren. Geef je gas en één keer de koppeling op laten komen. Niet laten slippen, want dan heb je de kans dat je koppeling eruit knalt. Dus in één keer, bam, al die krachten van die motor op die aandrijfassen. Dat geeft altijd wel een tikje. Maar dan heb je wel de snelste 0 tot 100 tijd. En zo meten wij ook heel vaak auto's als we de fabrieksopgave willen benaderen. Soms zit je eronder, vaak zit je net iets boven. Maar ja, zo grof moet je dus te werk gaan. Richard Groenwold, die heeft een vraag. Vorige week was er een vraag met betrekking tot de dagrijverlichting. En dat dan de achterlichten niet branden. Dat is wel op te lossen door de computer te herprogrammeren. Op Marktplaats bijvoorbeeld zijn mensen die zich aanbieden om de computer te herprogrammeren. Mijn vader heeft dat met zijn Golf 7 laten doen. En bij hem branden de achterlichten nu in combinatie met de dagrijverlichting wel zo veilig. Dit is trouwens niet het enige wat te herprogrammeren is. De mogelijkheden zijn werkelijk waar eindeloos. Misschien hebben mensen wat aan deze tip opmerking. Nou, Richard Groenwold, bedankt. Wij krijgen heel veel vragen over dagrijverlichting. Je ziet heel veel mensen tegenwoordig met alleen dagrijverlichting rijden. Het is inderdaad best wel gevaarlijk, want de automatische verlichting springt pas laat aan, vind ik. In tunnels of bij buien. Dan heb ik ook zoiets van, ja, ik zet nu zelf de verlichting maar aan. Want alleen die dagrijverlichting is niet genoeg. Dus Richard, ik vind het een hele handige tip. Maar goed, op Marktplaats wordt wel meer aangeboden. Want onlangs werd ook het radarsysteem van onze Skoda op Marktplaats aangeboden. Dat hadden ze bij mij voor de deur uit die Skoda Octavia gejat. Het is Marktplaats, ja. Maar goed, handig tip. Dankjewel, Brian. Ik zal eerst even voor de jonge kijkers uitleggen wat dit is. Dit is een videocassette. VHS. Ja, VHS. En daar kon je dingen mee opnemen, daar kun je dingen mee afspelen. Dat stopte je dan in zo'n videorecorder en dan kon je op tv een film kijken of wat je zelf opgenomen had. En dit is dus iets van 15 jaar geleden. Toen werd ik uitgenodigd door Ford om met hun rallyauto de Focus WRC mee te rijden met Petter Solberg, die toen nog testrijder was. Maar die ervaring is echt zo bijzonder. Petter Solberg in de Focus WRC. Geweldig. Cool. Zou ik nooit vergeten, 15 jaar geleden. Op VHS. Op VHS. Hé, hey, maar alles leuk en aardig, maar waar speel je zo'n ding nog af tegenwoordig? Want nou, vroeger had je nog hier gaat een dat video, niet passen. Ja, nog als videospeler in een auto vroeger. Ja, of in een kofferbak of zo, maar dat gaat niet passen. Hé, hey, maar wacht even. Ik was laatst een beetje door ons voorraadhok aan het struinen op de redactie. En volgens mij, als ik me niet vergis, zag ik daar nog zo'n zo'n VHS-recorder staan. Ja, want ik wil het wel even laten zien wat ik toen beleefd heb. We gaan kijken of hij het doet. Kijk. Tada! Hebben die vandaan dan? Ja, het geheime archief. Steve, videootje in de gleuf, boekje erbij. Lekker ouderwets, net als vroeger. Nieuwe GTO, ja. Lekker oldschool. Videootje kijken. Kijk hem zitten. Gaat hard, hè? Zo. Maar ik had vol zijn vertrouwen in hem, hoor. Ja, maar kijk, die ene bocht met die boom, jongen, hoe dichtbij die komt. Je hebt het wel naar je zin, hè? Ja, nou, ik heb ook goed gekeken hoe het moet, zodat ik met mijn eigen focus het allemaal na kan doen. Hmm. En dat doe ik nog regelmatig. En hier geef jij hem nog een paar tips. Ja, ja.
Nee, relaxe gozer. Echt zo'n Scandinaviër, hè? Noor. Ja, die maak je niet gek, hoor. Ja, hij zit nu nog steeds bij Subaru, geloof ik, hè? Ik weet niet helemaal precies wat hij tegenwoordig doet, maar... Maar hij kon het 15 jaar geleden kon hij het ook Toen had hij het ook al aardig onder de knie. Nee, ik had het echt naar mijn zin. Dat zie je goed. Ja, gaaf, man. Oh, dat is een doodlopend straatje. Ja. Even naar boven. En weer terug. En weer terug. 15 jaar geleden, dat gaat het hard, hè? Stuk jonge koppie. Ja, een stuk slanker. Stuk slanker. Oh, je was hem bijna kwijt. Maar ik had een helm op, dus ik zag niet hoe het met mijn haar door stond. Maar ik had ook nog haar. Dit zou ik echt nooit meer rijden. Dit is echt gewoon de leukste rit in een auto, denk ik, die ik gehad heb. Echt waar. Ja. Ja, dat zei je toen al tegen me. Ja. Maar dat is nog steeds zo. Ja, eigenlijk heeft geen enkele meereissessie heeft dit overtroffen. Alleen zelf rijden. Ik heb zelf natuurlijk nog wel eens gereden daarna. Maar dan natuurlijk geen rally gereden. Maar dit was echt heel heftig. Ja. Good? Yeah. Most fun I've ever had in a car. Huh? The most fun I've ever had in a car. Nou, well, slippery like hell, you know? Big smile op je kop. Ja. Dus, geen spoortje angst. Kijk eens, joh. Ja? Yeah? Yeah. Zo, nu oprotten. Volgende. Thank you very much.